bij het C-Touch Riva-scherm. Ik kan namelijk heel makkelijk de verschillende inputs wisselen. Via de knop aan de onderkant. Op dit moment staat hij op de ingebouwde computer. Die zit aan een zijkant ingebouwd. Ontzettend handig. Ik kan zeggen, oké, via de knop kan ik hier zeggen, ik ga naar een HDMI. Dus dat is een laptop die via de HDMI-kabel verbonden is met het bord. Daar kan ik heel makkelijk tussen switchen. Bijvoorbeeld als er een gast bij jou in de klas komt die een eigen laptop bij zich heeft, kan die met de HDMI makkelijk aan je bord verbinden. Ik kan ook vanaf hier weer terug naar het operating system van C-Touch, COS. En je ziet hoe snel en makkelijk het schakelen gaat. Hier bepaal jij de input die op het bord zichtbaar is.